Hallo en leuk dat je kijkt naar het nieuwe video. Welkom bij mijn nieuwe serie, de Sims serie. Ik moet er nog een hele leuke naam voor verzinnen. Daar mag je natuurlijk bij helpen. Laat het vooral even weten in de comments als je een leuke naam weet voor uh, mijn zondagochtend video's. Want op zondagochtend kun je op dit kanaal een game video verwachten. De aankomende tijd zal dat voornamelijk de Sims zijn, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Maar laten we het niet vastpinnen op de Sims. Het mag wellicht ook af en toe een uitstapje naar een andere game maken. Nou, ik vind dat ik genoeg gepletst heb. Laten we vooral meteen beginnen met deze video. Voor deze video heb ik aan jullie gevraagd welke challenge jullie wilden zien. En daar is een uitslag uitgekomen en die zal ik even hier in beeld plaatsen. Uh, de, de opties waren, laat ik het er even bij pakken. 1 miljoen verdienen zonder baan, de tegel challenge of mijn eigen fictieleven starten. Uh, nou, duizend, of oh, duizend miljoen, 1 miljoen verdienen zonder baan. Dat spreekt vrij voor zich. De tegel challenge, die, dat betekent dat ik uh, een huis ga bouwen met eerst één tegel, dan twee, dan drie. Dan ieder, iedere kamer wordt steeds één tegel groter. Uh, en mijn eigen fictieleven is dat ik mezelf na ga bouwen en of na ga maken uh, en daar gewoon een leven mee gaan starten. En uh, dat hoeft niet in sync te zijn met mijn eigen leven. Daarom staat er fictie bij. Dus ik hoef niet per se een Olivia te hebben. Nicky hoeft niet mijn man te hebben. Ik hoef niet eens een hetero te zijn in die video. Uh, maar daar hoef ik niet te lang over uit te wijden. Want de meerderheid van de stemmen ging naar 1 miljoen verdienen zonder baan. Dus laten we daar mee beginnen vandaag. We gaan een standaard sim... En we doen alles randomizen. Dus we hebben Florian. Nou, ik wil wel een vrouw eigenlijk. Oké, okay, dan klopt de naam niet. Helene Kuipers. Oké, okay, we hebben Helene. Helene heeft een startbudget natuurlijk van 20.000 sim dollar. Uh, dus daar hebben we een standaard huis van gekocht. Daar hebben we niks aan gedaan. Dat, dat zit niet in de challenge vandaag. We gaan niet. Um... Huizen bouwen nog niet, in ieder geval niet nodig voor de 1 miljoen challenge. We gaan gewoon beginnen. Ik heb wat geld over, gelukkig dat zie je hieronder. Misschien moet ik mijn camera even iets hoger zetten. Uh, dit is Helene. Helene is uh, een geldwolf. Ze wil een huis ter waarde van 50.000. Uh, ja, dat die, die, die doelen hoeven we in principe niet iets aan te doen. We gaan gewoon rijk worden. Zo snel mogelijk willen wij een miljoen verdienen. Nu heb ik daar iets voor bedacht. Ik dacht, je hebt uh, clubs. Dus dat wil ik. Ik ga een club beginnen. Lid worden van een club. En dan willen we natuurlijk de kunstclub. Is daar. Um, bestaat die al? Nee. Nou, dat gaan we dus meteen beginnen. De Kunstclub. Noemen we dit. Dat is wel een heel saaie naam voor een club. Wij, wij maken alleen maar kunst voor Heleen. Dat is de beschrijving van deze club. Uh, we willen alleen maar schilderen, dat is het enige wat we doen. Dus we gaan niet andere dingen doen, verboden activiteiten. Uh, bijvoorbeeld praten met, met anderen sociaal. Uh, dat gaan we gewoon niet doen. Het is een soort drill. We gaan ze drillen, de mensen, om met elkaar gewoon zoveel mogelijk kunst te maken. Ja, ik ken nog niet zoveel mensen. Dus, dus uh, ja, ik moet eigenlijk zelf eerst level 2 worden. In. Um, in kunst. In uh, creativiteit gaan we level 2 worden. Zodat ik daar. Dan kan ik die vereisten stellen. Dan weet ik wie ik kan uitnodigen. We gaan het deze natuurlijk. Uh, gaan we gewoon. We hebben dadelijk een club. Van alleen maar. Met... Ja. Iedereen wil gewoon. Met ons schilderen. Nou ja. Ik weet niet of ze dat willen. Maar dat gaan ze doen. Oh, hier kan hij niet staan. Omdat daar de trap zit. Onhandig. Nou, dan doen we hem daar. Uh, nou, Ik dwaak er acht in het begin. Dan is het geld ook bijna op. En ik wil dat dus ook verkopen. Uiteraard. En dat gaan we niet doen door dat simpele knopje. Want dan verdienen we er dus niks aan. Waar zit die verkoop? Kijk, de straat gallery. Die moeten we hebben. Die zetten we daar neer. Daar hangen we dus al onze gemaakte schilderijen op. En dan gaan we dat verkopen. Dus dat gaan we nu doen. Dat is eigenlijk het enige wat we hoeven te doen. Uh, wat gaan we doen? We gaan figuur schilderen. Oh, SimDollarScore. Je kunt op veel manieren een SimDollarScore. Leer eens meer over je. Oké. Okay. Hey. Waarom verdiende ik 400 euro? Oh, maak ervoor. Oh. 205. Oké. Okay. Open het carrière. Dat hebben we gedaan. Nee, we gaan geen carrière beginnen. Daar kan ik wel mee beginnen, maar dan stop ik er ook meteen mee. Gewoon puur om deze. Oh, ik heb schilder niveau 2. Kijk, maak dit schilderij nog af. En dan zal ik het even verkopen. En dan ga ik meteen uh, mijn club beginnen. Wat duister. Ik vind deze heel mooi. Volzetten. Kijk. Ik heb dus drie. Van deze schilderijen nu gemaakt. Die zet ik hier op. En nu ga ik hem bedienen. En dan zeg ik. Uh, Floor starten. Prijzen opdrijven. Ga gewoon voor de 300%. Wie komt er wat kopen bij mij? Wie komt er een mooie schilderij kopen? Kijk, er zijn meerdere potentiële buyers. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Willen jullie een kooppraatje houden? Een kooppraatje houden? Een kooppraatje houden. Pratje houden, nou dat moet goed komen toch? Oh nee, oh ze vinden het niet mooi, denk ik. Kijk, er hoeft er maar één te kopen. Hè? Kijk, wow. Wow. gefeliciteerd, je hebt de ontdekkingstocht. Oh, daar kreeg ik dus geld voor, voor die ontdekkingstocht. Ik dacht dat ik voor die ene ene daar kreeg ik toch 400 euro voor. Dat was wel erg goed. Maar omdat ik die voltooid had, kreeg ik extra 2000 euro. En dan ga ik dus nu mijn club... Oh, nou heb ik ook nog room. Dat wil ik eigenlijk niet. Maar goed, uh, mijn club. Ik ga even wat vereisten aan mijn club stellen. Uh, vereisten. Uh, voor carrière... Uh, voor creativiteit. Hallo, ik heb toch creativiteit 2? Oh, moet je dan schilderen of zo doen? Kijken of dat kan dan. Schilderen. Ah, kijk. Wie kunnen er in mijn club? Zijn dit de mensen die in mijn club kunnen? Oké, okay, nou, die mogen erin. Oh, je mag er vijf. Um, nou, zij ziet er sowieso uit dat ze heel goed kan schilderen. Zij ook. Hij ook. En hij ook. Oké, okay, zij mogen allemaal in mijn club. Oh, en hij, omdat hij een leukertje is. Uh, nou, we gaan een clubbijeenkomst starten. Dat is hier. En we gaan lekker schilderen. Daar komen mijn clubmembers. En ze komen lekker schilderen. Kijk, als ik zelf schilder, kost het me geld. Maar als ik hun schilderijen ga verkopen, kost het me dus helemaal niks. En dat is mijn businessmodel. Dit werkt zo goed dat ik dit wellicht ook ga starten. Wat een lelijke brand. Schijnbaar had jij uh, plus 2 creativiteit, maar ik zie het niet. Sorry. Maar hoezo? Hoezo? Ga jij maar naar huis. Want wij zijn bezig in een clubbijeenkomst waar jij niet bij hoort. Dus wegwezen. Dit is toch 100. Honder... Oh, dit is toch niet te geloven, hè? Kijk, deze. Uh... Oh, die van. Deze is dan wel ook. Oh, nou, oké. Okay. Alright. Uh, laat ik een klein schilderij of een normaal schilderij starten. Oh, deze. Die is 109... Volgende... Nee, wauw. Deze is wel echt mooi. Hij heeft echt wel... Christopher mag in de club. Hij is wel echt goed. Ik weet niet wat ik van haar dingen vind. Brent wordt denk ik uit de club gezet. Dit, Dit kan ik niet verkopen hoor. Ik weet niet of... Ik weet niet of uh, Brent in de club mag blijven. En ik twijfel ook over Alice of ze in de club mag blijven. Eh... Uh, Christopher is fantastisch. Die mag 100% in de club blijven. Um, ja, ik denk dat ik toch uh, hun uit de club moet zetten. Brent. Um, Brent mag wel uit. Hij is getrouwd met Brent. Hij heet zelf ook Brent. En hij is gebruikt met Brent. Alright. Uh, Brent moet uit de club. En Alice ook. Die bakken er echt zo weinig van. Uh, dit is het begin van deze challenge. Dus uh, ik hoop dat ze dadelijk, dat in de volgende aflevering, onze club betere mensen zal hebben. Die meer meesterwerken gaat schilderen, uh, meer talent krijgt voor schilderen, want uh, dan zal het wellicht wat sneller gaan. Dit was de eerste Game Zondag uh, op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Laat het me vooral even weten wat je ervan vond en wat je graag wil zien uh, in deze Game Sim serie, want dan ga ik dat uh, natuurlijk meenemen. De volgende keer. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie heel graag bij een andere video op mijn kanaal. En anders, volgende week zondag weer bij deze Sims-avonturen. Doei!